19 maart, gemeenteraadsverkiezingen. En ook in Breda gaat het erom. Woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ga vooral stemmen. D66. Mensen op 19 maart op D66 stemmen, dan stemmen ze voor een professionele, transparante overheid. Voor meer werk, voor minder lasten, voor beter onderwijs, voor een bruisende culturele sector en voor een goed onderhouden buitenruimte. En we kunnen nu door zelfs nog naar Breda, begrijp ik. D66, dat zien we eigenlijk al de hele avond. Hè. D66 doet het vrij goed. Klimzetels van 5 naar 8. Maar het is heel veel gebeurd en de huidige stand van zaken is dat er 5 partijen een coalitie trachten te vormen. SP, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Breda 97. Paul de Beer, fractievoorzitter van D66. U ziet niet in de coalitie, geloof ik? Nee, dat klopt. Hoe kan dat nou? D66 heeft er overal gewonnen? Ja. Nou, we zijn gewoon een hele grote partij, 8 zetels. Ja. En of we nu in de oppositie of coalitie zitten, wij zijn volksvertegenwoordiger. Voorzitter, D66 voelt zich niet zo snel in een wachtkamer gezet. Onze 8 zetels blijven van onze achterban. Daar verandert niemand iets aan. En oppositie of coalitie, wij zetten die 8 zetels in om via inhoudelijke politiek zoveel mogelijk van ons programma te realiseren. Als D66 Breda hebben we een bespreeknotitie ingediend samen met GroenLinks om te kijken naar welke mogelijkheden we in de gemeenteraad van Breda zien om afval beter te scheiden. We hebben de ambitie uitgesproken om in 2020 klimaatneutrale gemeente te zijn. En we willen ook wat meer weten van de plannen van Nemaitek. D66 vindt het dan ook een taak voor de gemeenteraad om heel alert te zijn, om obstakels voor die vrijwilligers uit de weg te ruimen. De jeugdzorg wordt vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Als D66 Breda hebben we vragen gesteld over de communicatie en mogelijke doorontwikkeling van dienstverleningen at Breda. Ik geloof erin dat als je cultuursector bloeit, dat je economische sector, maar ook je sociaal welbevinden in een stad bloeit. En dat is van een groot belang om de toekomst in te gaan. Die route leent zich uitstekend ook voor een permanente kunstroute, waarin Breda zich presenteert als stad van beeldcultuur. Wij denken dat dit probleem op een andere manier kan worden opgelost. We hebben een document, Opgeruim Breda, daarin staat beschreven de mogelijkheden om met de bewoners tot een oplossing te komen.